Als waterschap Rivierenland zijn we verantwoordelijk voor veilige dijken. Deze dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovense Veer is afgekeurd en moet dus worden versterkt. Samen met combinatie dijkverbetering Molenwaard pakken we deze klus op. Met hun kwaliteit en ervaring kunnen we dit traject verbeteren. De 450 huishoudens die langs deze dijk wonen maken dit project complex. Van het waterschap Rivierenland hebben we 4 jaar de tijd gekregen om deze mooie klus te klaren. Op ongeveer 10 kilometer van dit traject worden maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn het aanbrengen van diepwanden in de dijk, het aanbrengen van boorpalen in het binnentaluut van de dijk, het aanbrengen van grondophogingen in het binnentaluut van de dijk en als laatste het verleggen van de dijk richting de rivier. Wanneer we de dijkverzwaring niet kunnen aanbrengen met grond, dan gaan we over tot constructies en dan gaan we een boorpalenwand maken. Deze wordt trillingsarm en niet grondverdringend aangebracht ten einde geen schade aan te brengen aan de woningen. Dus normaal gezien doen wij het altijd met boorpalen, maar als daar onderaan de dijk woningen staan, dan zijn wij verplicht van een constructie te maken bovenop. En dat doen we dan met diepwanden. Om die te kunnen maken moeten we eerst een kleine ontgraving doen en geleidewandjes maken waarin dat die knijper moet geleiden. De ontgraving die wordt gelijktijdig gevuld met bentoniet. Dan wordt daar een wapeningskorf ingelaten. Als de wapening op zijn plek hangt, dan wordt er gestort met een betonpomp. En terwijl het beton erin gaat, wordt het bentoniet er weer afgepompt en gaat dat terug naar de bentonietbekkens waar het gezuiverd wordt om opnieuw te kunnen herbruiken. We staan hier bij Streefkerk bij een van de grondoplossingen, het aanleggen van een klimaatdijk. Een klimaatdijk is een zeer robuuste dijk die klimaatveranderingen in de toekomst aan kan. Op deze dijk is zelfs woningbouw mogelijk. De woningbouw die kan vanaf 2017 plaatsvinden. Een innovatieve dijk die voor verschillende functies gebruikt kan worden. Op heel veel plaatsen wordt de dijk versterkt door middel van een steunberm. Om deze steunbermen aan te kunnen leggen, moesten circa 60 woningen worden gesloopt. Dit is in goede samenwerking met de bewoners gedaan. Met de bewoners is afgesproken dat zij hun woning weer terug mogen bouwen op de steunberm. Om een toekomstige dijkversterking niet in de weg te staan, moeten de woningen met een sterke fundering worden gebouwd. De woningen kunnen dan in de toekomst recht omhoog worden gebracht, zodat een dijk weer gemaakt kan worden. We noemen dit opvijzelen. Een prachtige, innovatieve manier om de dijk te versterken. Vroeger stond daar de oude boerderij. Over een jaar of 2, 3 hoop ik daar mijn nieuwe huis terug te gaan bouwen. En daar hoop ik oud te worden. Daar gaan mijn zaken, positief. Ik heb er af en toe hinder van, maar het is een noodzaak. Want die dijkverzwaring moet doorgaan en als er problemen zijn, wordt het opgelost. Dus het komt allemaal goed. Dit dijkversterkingsproject is een prachtig voorbeeld van een uitstekende combinatie tussen een betrokken omgeving, een goede samenwerking en de toepassing van innovatieve technieken. Eind 2017 is de Lekdijk weer volledig op sterkte en veilig om over te rijden en te fietsen voor de komende decennia.